Hartelijk welkom bij Straatbeeld. We staan hier voor het nieuwe gebouw van Zinder. Het biedt onderdak aan de bibliotheek, de muziekschool, een poppodium en nog veel meer. De bedoeling is dat het straks gaat bruisen van de activiteiten, dat het Bleekveld gaat zinderen. Een mooie gelegenheid om deze rubriek te wijden aan de geschiedenis van dat Bleekveld. Er zijn weinig plekken in Tiel die gedurende 1000 jaar zo veranderd zijn als juist dat Bleekveld. We nemen u mee terug in de geschiedenis 1000 jaar geleden. We starten zo rond het jaar 1000 en dan schuiven we op tot onze tijd. Het Bleekveld waar we nu staan, hoe zag dat eruit 1000 jaar geleden? Nou, je moet je voorstellen dat Tiel toen een metropool was. Allerlei goederen uit diverse windstreken werden hier aangevoerd. Uit Duitsland kwam hout en aardewerk. Uit Engeland kwam tin en wol. Uit de Scandinavische landen bracht men barnsteen en traanolie. Hoe zag het er hier nou uit op dit Bleekveld? Nou, je moet je voorstellen dat eigenlijk de handelsactiviteiten, die vonden plaats meer bij de Westluidense straat. Het gebied wat we tegenwoordig de Tol noemen. En hier moet je zich voorstellen dat er agrarische bebouwing was. Opgravingen hebben enkele boerderijen aan het licht gebracht. En hoe zagen die eruit? Nou, men stak een aantal palen in de grond. Daaromheen werd vlechtwerk gemaakt, wat afgestreken werd met leem. Zo werd hier geleefd. Dus het was een beetje een agrarisch gebied. We maken een sprongetje in de tijd. We gaan naar de 16e, 17e eeuw. Tiel was aan het eind van de middeleeuwen al een versterkte stad. Dat wil zeggen, er was een muur omheen gebouwd. Er lag een stadsgracht omheen, een singel zo u wilt, zodat men de stad makkelijker kon verdedigen. Dan wordt het een spannende tijd. 1568, dan begint de 80-jarige oorlog tot 1648 en men gaat Tiel nog verder versterken. Er komt een dubbele gracht en hier op het punt waar we nu staan, zo bij de Rechtbankstraat, had men een bastion gemaakt. Een grote puntvorm die men als verdediging voor de stad kon gaan gebruiken. Je kwam ook niet zomaar de stad in, hè? Het was op een vrij ingewikkelde manier. Je moet je voorstellen dat daar in de hoek, waar nou de wijnimport zit, daar stond tot de Tweede Wereldoorlog een oud gebouw dat ze de Huchtpoort noemden. Daar ging je de stad binnen. De Rechtbankstraat, zoals we die nu kennen, die bestond nog niet. Er liep daarachter een straat. Je liep via de Huchtpoort. En dan liep je verder zo hier langs. En dan was daar in de verte, waar dat rode dak met dat witte gebouw zich bevindt, daar stond een poort en dat was de West-Luidense poort. De naam West-Luiden, ook wel West-Leden, die is afgeleid van Leden. En Leden is een watergang, een waterloop. West-Leden, dat wil zeggen een watergang die naar het westen, in dat gebied hier verderop in de Waal, uitmondde. Dat was dus de hoofdpoort, die West-Luidense poort. En die heeft er gestaan tot 1851. Toen werd die afgebroken, zoals bijna alle poorten, behalve de waterpoort in Tiel. De afbraak die werd gedaan door ene Koenen. En die bouwde op die plek het nog steeds bestaande café in zijn tijd. Maar nu beter bekend als het Chinees-Indisch-Japanse restaurant Lotus. We zijn naar de Agnietenstraat gelopen en daar bevindt zich nog altijd de Kloosterpoort. De poort die eens toegang gaf tot het grote klooster, het Agnietenklooster. Bij het klooster hoorde ook een kapel. En de kapel die bevond zich op de plek waar nu, waar vroeger een schoolgebouw was en waar nu even geen bestemming voor is, maar waar het archief onder andere ingezeten heeft en waar de bibliotheek ingezeten heeft. In 1886 is die kapel afgebroken en toen is dit huidige pand daar neergezet. We lopen nu onder het poortje door en dan gaan we zo in de richting van het Bleekveld. Nu zien we aan onze linkerkant de oude bibliotheek staan. Maar als je in de 17e eeuw en de 16e eeuw, want het klooster dateert uit 1450, dus ook al uit de 15e eeuw, hier doorheen liep, dan kwam je bij een aantal huisjes terecht en wat grotere panden. En daar leefden dan die zusters. Die Agnietenzusters, dat waren leden of nonnen van de derde orde van Sint Franciscus, zogenaamde tertiarissen. Ze leefden niet heel streng, dat wil zeggen binnen de kloostermuren, maar ze gingen ook naar buiten toe. En dan, daar hadden ze allerlei functies, vooral in de sfeer van naastenliefde. Dus ze verzorgden daar mensen. Bij het klooster hoorde, op de plek waar eens die bibliotheek was, hoorde een dormieter, een zogenaamde slaapzaal. Er was ook een bierbrouwerij bij. De nonnen maalden graan, ze bakten dus zelf hun brood.
Ze hadden ook een boomgaard en ze hadden een bleekveld waar ze de was te bleek konden leggen. Zo ging dat vroeger. Dan komt in 1578 in Tiel de reformatie. Dat wil zeggen, de protestanten die krijgen het voor het zeggen. En de katholieken die worden in de verdediging geduwd. En de stad probeerde de kloostergoederen in bezit te krijgen. Niet agressief, ze lieten de kloosterzusters rustig hun gang gaan. Maar telkens als er eentje overleed, dan werd de portie voor de stad groter. Totdat in begin 17e eeuw de stad alles in handen had. En vanaf 1604 wordt de oude boomgaard van het kloostercomplex wordt uitgegeven voor de bouw van huizen. Dat is de start van een heel beruchte volksbuurt. Maar daar gaat het volgende itempje over. Het is 8 september 1898. Er is een feestelijke stemming in de stad. Er wordt ook wel een beetje spanning. Wat is er aan de hand? Prinses Wilhelmina zal vlak voor haar inhuldiging tot koningin samen met haar moeder een bezoek brengen aan de stad Tiel. Het koninklijke gezelschap is ingestapt die ochtend. Aan boord van de Harmonie 1 komen de uit Dodewaard en zo vaart men naar de nieuwe kade in Tiel waar men afmeert. Op de kade zelf staat een grote feesttent waarin de notabelen zitten om het koninklijke gezelschap te ontvangen. Het gewone volk mocht ook toekijken achter een haag van opgestelde schutterijsoldaten. Op uitdrukkelijk verzoek van de beide vorstinnen moest er ook een bezoek gebracht worden aan een volkswijk. Nou, volksbuurten, die had men genoeg in Tiel. En het oog viel op de buurt van het Bleekveld. Een krioelende volkswijk. Moet je nagaan, op 1200 vierkante meter, zeg maar de tuin van een villa uit onze tijd, stonden 52 huisjes. Eenkamerwoningen die voor 70 cent per week verhuurd werden aan mensen die eigenlijk geen cent te makken hadden. Er heerste onhygiënische toestanden. Dwars door de wijk liep een open riool, afgedekt met een plank. En men noemde dat ook de plank. En die plank die mondde uit in de stadsgracht. Vaak hadden de gezinnen 10 of 12, maar 1 privaat. Dus 1 toilet voor zoveel gezinnen. Daar brachten die vorstinnen een bezoek. En ze werden er hartelijk welkom geheten. De bewoners waren zelfs zo onder de indruk van het bezoek van beide vorstinnen dat ze aan het gemeentebestuur een adres richtten, een verzoek richtten om de straat, die het eerste Bleekveldstraat heette, om die te mogen herdopen in Koninginnenstraat. En dat heeft men toen toegestaan. Dus vanaf die tijd hebben wij in Tiel de Koninginnenstraat. En niet zoals op het huidige bordje staat de Koninginnenstraat. Want het moet herinneren aan het bezoek van de beide vorstinnen. Dus Koninginnenstraat. Die volkswijk die heeft er gestaan tot ongeveer 1910. In 1901 toen kwam er een wet, de woningwet. En die woningwet die gaf stadsbesturen de mogelijkheden om vervallen panden, om onhygiënische toestanden, om panden ook onbewoonbaar te verklaren. En het heeft even geduurd, maar in 1910 heeft men toch de hele buurt afgebroken. En toen is de vlakte ontstaan die eigenlijk tot op heden onbebouwd is gebleven. We kijken nu in de richting van de Huf van Burenstraat. Eigenlijk is het nauwelijks nog een straat, want het gebouw van Zinder is het enige pand wat er nog staat. Tot 1978 heeft hier wel degelijk aan de rechterkant een complete bebouwing gestaan. Het meest opvallend was aan de rechterkant de oude Meekrap of Garantzinefabriek. Meekrap was een rode kleurstof die men maakte uit de wortels van de Meekrapplant. Die planten die kwamen uit Zeeland, maar die werden in de 19e eeuw toch ook wel geteeld bij ons in de Betuwe. 1854 begon de fabriek te draaien tot 1877. Daarna heeft het pand nog gehuisvest de boter- en eiermarkt en op het laatst zat de brandweer erin. De naam van de straat, Huf van Burenstraat, hoe komen we daar nou aan? Nou, dat was een pseudoniem, Huf van Buren, een schrijverspseudoniem van J.A. Heuf. En J.A. Heuf die was in het dagelijks leven directeur van de waterleidingmaatschappij in Tiel, maar eigenlijk zijn grote liefhebberij lag in het schrijven van romans en het schrijven van toneelstukken. En die toneelstukken die zijn ook hier in Tiel opgevoerd, in het oude spaarbankgebouw, zeg maar de voorloper van de Agnietenhof. In 1910 is hij overleden en de gemeente Tiel heeft terecht, vind ik, gemeend om de straat, vroeger noemde men die de straat langs de botermarkt, om die te vernoemen naar deze Huf van Buren. Dus sindsdien kennen wij de Huf van Burenstraat en gelukkig is die ook na de bouw van Zinder weer teruggekomen. Die naam is gebleven.
We zijn gaan staan op de kop van de Nieuwe Tielseweg, zeg maar pal voor het rechtbankgebouw. En als we hier zo op dit standpunt hadden gestaan zo'n 60 jaar geleden en we zouden gaan kijken naar het gebouw waar nu Zinder staat, dan hadden we daar gezien de gemeentelijke gasfabriek. Gas, dat was het toverwoord van de 19e eeuw. Net zoals stoom dat was, net zoals de telefoon dat was, net zoals elektriciteit dat was. Uit gas, daar kon men verlichtingsgas van maken, daar kon men de straatlantaarns van laten branden. Uit gas, daar kon men verwarming in huis mee laten draaien. Met gas, daar kon men ook de verlichting thuis mee aanstralen. Hier stond dus die gasfabriek, de gemeentelijke gasfabriek. En die is daar gebouwd in 1855. Toen stroomde het eerste gas door de leidingen heen. Dat gas dat haalde men uit kolen. En die kolen die werden aangevoerd uit de Tielse haven. En dat bracht men dan met karren zo naar die gasfabriek toe. Daar waren grote retorten, grote buizen zeg maar. Daar ging dat gas in en met koks werden die buizen verwarmd. En op die manier maakte men het gas vrij uit die kolen. Het was ja, soms wel best vies werk, want dat gas dat was niet zuiver, dat moest gezuiverd worden met allerlei middelen. De mannen hadden het soms ook koud en dan gingen ze lekker liggen bij die retorten. Maar het nadeel was wel dat het daar krioelde van de vlooien. In de 20e eeuw en vooral na de Tweede Wereldoorlog werd dat gas steeds meer gebruikt ook om de was mee te kunnen koken. De kookwas zoals dat vroeger gedaan werd door de huisvrouwen, die gingen op een zogenaamde vlinder. De grote pot werd op een vlinder gezet. Een vlinder was een vierpoots brander. En dan werd zo de was aan de kook gebracht. Maandag wasdag. Er is mij verteld door een van de oud-medewerkers van die gemeentelijke gasfabriek dat men dat wel degelijk kon merken en dat men er rekening mee hield, want men maakte dan extra gas, zodat men voor maandag wasdag genoeg gas had. 1955, 100 jaar bestaan, werd feestelijk gevierd. De gasfabriek werd helemaal verlicht, weliswaar elektrisch en niet meer met gas, want ja, in 1960, eind jaren 50 al een beetje, dan is het afgelopen met de gemeentelijke gasfabriek, want dan krijgen we het gas uit Groningen. Dan stroomt het aardgas de huizen binnen en dan stopt men met het maken van gemeentelijk gas. De grote gashouders die tot dan toe hier zichtbaar waren geweest, die gaan sloopwaarts en het gasbedrijf schaalt op. Men gaat van gemeentelijk, gaat men regionaal ook gas leveren. Het regionale gasbedrijf dat had in 1978 hier behoefte aan een nieuw kantoor en dat werd gebouwd. Iedereen herinnert zich nog wel die in mijn ogen erg lelijke betonnen kolos die er stond. En die is gelukkig, vind ik, vervangen door dit prachtige gebouw van Zinder. Laten we met z'n allen er daar maar trots op zijn. We kijken voor een laatste keer naar het Bleekveld. Wat we hier heel mooi kunnen zien is het einde van de stadsgracht. Ja, eigenlijk niet het einde, visueel gezien althans niet. Want men heeft dat bij het huidige ontwerp zo gemaakt dat men als het ware doorkijkt. In het groen is de stadsgracht verlengd. Want zo was het ook in de 17e eeuw. Liep de stadsgracht inderdaad, waar nu het groen is, als water verder. En dan langs de stadsmuren aan de Waalkant zo naar de Zandwijkse Poort toe. De plek waar we nu naar kijken is in de 19e eeuw drastisch veranderd. Toen is daar een gevangenis gebouwd. Rond 1870 ongeveer kwam er een nieuwe gevangenis. Daarvoor werden gevangenen opgesloten in de Dampoort, midden in de stad. Wat later ook in het stadhuis aan de Vleesstraat. Daar stond het oude stadhuis tot aan de Tweede Wereldoorlog. En toen, midden 19e eeuw, heeft men een nieuwe gevangenis gebouwd hier aan het Bleekveld. Het leuke is, als je op oude platte gronden kijkt van die gevangenis, dan zie je dat er cellen zijn getekend. En in die cellen, en die zijn echt heel goed te zien, ziet men de kettingen lopen. De gevangenen zaten dus niet los in hun cellen, maar konden ook, als dat nodig was, aan de ketting gelegd worden. Die gevangenis die heeft de Tweede Wereldoorlog niet overleefd en is toen zwaar beschadigd, zodat ze afgebroken moest worden. Daarna is het terrein niet onbebouwd gebleven. In de stad bevond zich namelijk de fortgarage van A.A. van den Berg. Die had panden op het Hoogeinde en in de Amtmanstraat. Daar werd het te krap, zo midden in die stad, met die auto's. Men zocht naar een nieuw terrein, men zocht naar een nieuwe garage. En die heeft men gebouwd in 1954 hier aan de Westluiderse Straat. En zo op de plek van de oude gevangenis richting Bleekveld. Het was een groots feest, de opening, waarbij onder andere ook Hannie Lips, die oude
ja, kijkers van dit programma nog wel zullen kennen als Tante Hanny, een van de eerste televisieomroepsters waarbij Hanny Lips als bloemenmeisje deze Ford Garage mocht openen. Die Ford Garage heeft op zijn beurt weer plaatsgemaakt, begin jaren 80, voor niets eigenlijk. Hè? Het is nu een plantsoentje geworden, onderdeel van het Zinderterrein, onderdeel van het prachtige Zindercomplex. We zijn aan het einde gekomen van onze rondgang over het Bleekveld heen, dat zo drastisch is veranderd gedurende eeuwenlang. We hebben dat gezien als de eerste agrarische gebied van Tiel. Daarna hebben we gezien hoe het in de verdediging werd opgenomen. De Westluidense poort die hier stond. De krioelende volksbuurt die hier geweest is. De gevangenis die er heeft gestaan. De Ford Garage. En zo zijn er nog wel meer onderwerpen geweest hoor, die hier tot uiting zijn gekomen. Ik hoop dat u het leuk gevonden heeft en ook eens gaat kijken in dat prachtige nieuwe gebouw waar we als Tielenaren allemaal trots op zijn.